My name is Wout Sanders. I'm 18 years old. I come from the Netherlands and I live in Zonnebreugel with my parents and two brothers. College soccer has always been a dream for me. To study and play soccer at a high level would feel like a dream coming true. I started to play soccer when I was 7. At the age of 9, PSV Eindhoven asked me to come on the trial. And through PSV Eindhoven, I got asked to play for FC Eindhoven. I have played over 200 games for FC Eindhoven. I always go for the win in every game. It does not matter if it's a friendly game or a championship game. I'm a left-footed attacking midfielder. I also have some experience as a left-back, left-winger and defensive midfielder. I'm a technical player with a very good dribble. I try to play forward as much as possible. I take most free kicks and all penalties. I will be graduating from school in June, so to enroll in September will be perfect. I've been to bilingual education, so my English is quite alright. And I would like to study something with business. So I hope to see you in the summer of 2019. Achter dat ding. Kijk daar volgens mij in de beeld. Ik weet niet hoe scherp dat beeld is. Ik weet niet hoe scherp dat beeld is als je dit. Oh, en dan dit. Doe nou gewoon een actie, hoor. Jammer. Dan zo na een halve acht kan je deelt al de verkeerde aan het filmen. Ja, dan ga ik gewoon van de week wel even een training filmen. Buitenkant Guus, help hem zien! Buitenkant Guus! Tempo van de. Nou. Jongen, zeg nou 3 keer terug en weer 6 keer tikken. Wat ligt?
moet gaan, volgens mij. Ja. Dat is een kans rijk als je nou het spul gaat je terug, hè? Ja. Ongelooflijk. Maak je niet druk. Je moet links laten, dat je dan zelf in de bol bent. Dan moet je drie keer terug. Geen fatsoenlijke kans gehad. Heerlijk saai. Het is ontzettend saai. Het is verschrikkelijk rommelig en verschrikkelijk slecht gespeeld, toch? Ach, maar hoe kan het nou? Kom op, schijf!